hier bij een stand om een brillenbeurs in Nijkerk. En voor het opbouwen van deze stand zijn 20 lampen nodig, 4 plasmaschermen en 120 meter aan bekabeling. Maar zo'n opzet kan groter, dat kan mega groot. Zoals in het Gelredome in Arnhem. Hier begint zometeen het mega piratenfestijn. En wie dit onder meer mogelijk maakt is HVR Show Equipment uit Ravenstein. In deze aflevering van Made in Os laten we zien hoe zo'n groot evenement wordt neergezet. En in dit pand gebeurt het allemaal. Hier bij HVR Show Equipment in Ravenstein wordt alles op technisch gebied geregeld voor evenementen als Dance Valley, beurzen, evenementen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en het Mega Piratenfestijn in Arnhem. Ja, Han Verploegen, nu directeur van HVR, maar dit is gewoon als hobby begonnen. Hoe is dat nou zo uit de hand gelopen? Inderdaad, in 1989 heb ik mijn eigen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En 10 jaar later ben ik hier verhuisd naar de Bulk omdat we uit ons jasje gegroeid waren. En tegenwoordig zitten we alweer 15 jaar hier. En met hoeveel man aan personeel? We hebben 15 fulltime medewerkers en daarnaast maken we gebruik van inhuurkrachten, freelancers. En dat varieert tussen de 2 à 50 per week. En die evenementen, wat doen jullie daar precies? Wat is dan jullie taak? Wij verzorgen daar het geluid, het licht, de videobeelden en podia. Ja, dan heb je ook met veel bekende artiesten gewerkt. Kan je wat voorbeelden geven? Inderdaad. Bijvoorbeeld mijn eerste klant was bijvoorbeeld Tatjana Simic. En daarna hebben we nog geluid gedaan voor Venga Boys, Paul Elstak, Teaspoon, Court in the Act, Sharon Dawson, Ali B. En ga zo maar door. HVR heeft 6 verschillende type klanten. Zakelijke klanten, horecabedrijven, artiesten en orkesten en theaterproducties. Maar het bedrijf is ook toeleverancier van collegabedrijven en doet installatie en verkoop. In deze aflevering van Made in Os gaan we naar een beurs en we gaan naar het Mega Piratenfestijn in Arnhem. Er is nu nog weinig te zien, maar hier komt straks een groot podium met een hele stellage voor licht en geluid. En om dat allemaal op te bouwen heeft HVR 2 dagen nodig. En jij bent verantwoordelijk voor het licht? Ja, ik ben de projectleider licht voor HVR in dit project. En wat moet je precies doen? Ik stuur alle mensen van licht en video stuur ik aan dat die de juiste dingen gaan doen. En waar zijn die tekeningen dan voor nodig? Zodat de mannen weten waar welke lamp komt, welk stroompuntje die krijgt en welk adresje die krijgt. Dus ieder lampje staat hier echt op aangegeven? Ja, elk lampje staat hier ingetekend op de juiste positie, zodat iedereen weet en dat er ook geen discussie over ontstaat. Ja, nou is het eigenlijk een feestje van nou een avond en hebben jullie al die voorbereidingstijd nodig? Nou, we hebben wel een aantal voorbereidingsdagen inderdaad. Overleg met een lichtdesigner wordt er afgesproken wat waar staat en daar maak ik dan een werktekening voor. En dan zijn er 2 opbouwdagen. Wat moet er op dag 1 echt af zijn? De eerste dag moet echt het podiumgebied van ons uit klaar zijn. Dat alles boven hangt en op de juiste hoogte hangt en werkend is. Zodat morgenochtend de podiumbouw eronderin kan. En dan gaan wij naar de zaal toe. Jij hebt duidelijk de leiding hier. Ja. Ja? Wat is gebeurd er nu allemaal? We hebben zo net de wagen gelost. We hebben alle speakers in goede aantallen bij elkaar gezet. We gaan ze zo koppelen en dan proberen we het omhoog te zorgen dat ze op de goede plek komen hangen, zeg maar. Ja, en hoe is het nou allemaal zo'n groot evenement te werken? Hartstikke leuk. Ja, de diversiteit, je bent altijd ergens anders. Je zit niet in een hokje en het is gewoon altijd feest ook. Dus, ja, en dan straks Mega Piratenfestijn. Ja. Iets waar je zelf heen zou gaan? Nee, daar zou ik niet zelf heen gaan. Nee. Nee, maar nu moet je wel. We lieten het in het begin al even zien. HVR verzorgt ook heel ander soort evenementen, zoals deze beurs hier in Nijkerk.
gaat het hier? Erg goed. Een goede beurs geweest. De klant is zeer tevreden. En hopelijk dat we in de toekomst weer een nieuwe beurs voor deze klant mogen bouwen. En wat is nou het verschil tussen zo'n wat kleiner evenement als deze brillenbeurs en dat mega piratenfestijn? Dus de omvang, hè, natuurlijk. Dat is het eerste. Het is een veel kleiner project. Maar daarnaast detailafwerking, het ontzorgen van de klant. We leveren hier niet alleen de techniek, maar ook meubilair en complete decor dingetjes die in de stand aanwezig zijn. Ja, en wat is binnen HVA nou jouw taak? Mijn taak is sales, daarnaast productie en een stuk voorbereiding. Ik ben zelf techneut geweest, lichtoperator. En daar heb ik 4 jaar geleden achter me gelaten. En ik ben nu bezig met de jongere garde te begeleiden in mooie producties en goede producties neer te zetten. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a move. Bij het evenement dat we net zagen zijn 3 medewerkers nodig. Hier in Gelredome loopt het op tot 50 man aan personeel. En op dag 2 moet de audio worden geregeld, worden er LED-schermen opgebouwd en moeten alle lampen hangen. En dan praten we over meer dan 500 lampen. Nou, dit is een van de belangrijkste plekken voor morgen tijdens de show. Vanuit hier wordt al het geluid in de zaal geregeld. En dat heb ik hier allemaal achter de vingers. Dus wat de mensen hier gaan horen, dat wordt via deze mengtafel geregeld. Dus het is een van de belangrijkste functies morgenavond hier. Om te zorgen dat iedereen alles goed kan verstaan. Dus jij staat hier ook echt zelf? Ja, absoluut. Ja, we zijn nu alles aan het inprogrammeren en klaarmaken voor morgenavond. Zodat we dan een vlekloze show kunnen gaan draaien. En hoe is dat nou? Want er staat dan met al dat publiek om je heen. Nee, dat is een kick. Want er zijn 30.000 mensen. Dat maak je niet elke dag mee. Dat er zoveel mensen om je heen staan. En als je dan merkt dat de mensen meedoen met de muziek. Wat jij hier eigenlijk aan het mixen bent. Dat is wel heel erg gaaf. Hoe lang werk je al voor HVR? Ik werk inmiddels al 20 jaar bij HVR, dus ik ben de langzittende al momenteel. Ja, wat voor evenementen vind je het leukst om te doen? Ik vind eigenlijk alles leuk, maar dit heeft weer een bepaalde kick omdat het voor zoveel mensen is. Maar ook congresjes voor 30 mensen kunnen heel gezellig zijn. Kijk, en vooral als je met een leuke ploeg mensen werkt, is dat een van de belangrijkste dingen. Kijk, en de ene keer is dat voor 30.000 mensen hier en soms is dat voor 100 mensen. Dus maar ja, het plezier in het werk is het allerbelangrijkste. Vanavond is het zover, het mega piratenfestijn. Er zijn nog zo'n 10 medewerkers van HVA aanwezig om te zorgen dat de show goed verloopt. En nu is het belangrijk dat alles nog even wordt gecheckt en dan kunnen de repetities beginnen. Ja, de spanning stijgt. De adrenaline die gaat bij iedereen een beetje omhoog. Want we moeten er vanavond weer klaar voor zijn. Ja, want over een paar uurtjes begint het al, hè? Inderdaad, een paar uurtjes. We doen nu nog de laatste soundcheck, lichtcheck. En we checken even de volle spot, zodat het allemaal ook keurig in het beeld komt. Dus jullie hebben het echt allemaal onder controle nu? Dan hebben wij alles onder controle. En we hebben een woonboot. Het ligt in de Amstel. We hebben een zuidje. Hoe belangrijk is het nou dat zij het allemaal onder controle hebben? Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, als het niet voor elkaar is, dan wordt het voor ons ook vrij lastig. Maar ja, die jongens weten heel goed wat ze doen. En ja, we komen elkaar natuurlijk heel veel tegen. En vooral met de mega piratenfestijnen. En je raakt toch aan elkaar gewend. Dus het loopt allemaal wel lekker eigenlijk. Hoeveel contact hebben jullie nou onderling? Ja, nou ja, goed. Het is belangrijk natuurlijk dat je een klein beetje weet wat de artiest wil. Want ieder artiest heeft natuurlijk weer zijn eigen verlanglijstje wat betreft het geluid. Ja, en ze draaien lang genoeg mee en ze kennen zo verschrikkelijk veel artiesten. En het is altijd voor elkaar. Het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje. Is ons ideaal. En ben je een keertje. Dit is het al. Waar wij 2 dagen werken. Meer dan 500 lampen. 150 luidsprekers. 50 versterkers. En 5 kilometer aan kabel en 24.000 bezoekers kan het mega piratenfestijn beginnen.